Dit is Rondje Regio met vandaag. Examens gestart, op het zonder versoepelingen. De eindexamens zijn verbouwen van attracties in Toverland vorderd. Campagne voor watergekoos gepresenteerd. Maar eerst naar het dames. Het meiden- en vrouwenvoetbal heeft de afgelopen 20 jaar in Nederland een snelle vlucht genomen. De winst van Euro 2017, de finale plaats op het WK van 2019 en de deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De Oranje-Leeuwinnen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetballandschap. Maar in Roermond spelen ze nog gemengd, jongens en meisjes. Hoe zit dat? Wat je nu ziet is nog een gemengde team, jongens, meisjes onder 15. Ja. Volgend jaar gaan we naar onder 16 en dan gaan we een schifting maken. Dan krijgen we een volledig damesteam en een volledig jongensteam die apart verder gaan. Ja, ja, dat is de bedoeling. Maar gaat dat ook lukken, denk je? Is er genoeg animo? Het animo is zeker aanwezig. We hebben nu bijna één team compleet. Er komen nog een aantal mensen van buitenaf. We zijn bezig met SVC om daar ook gehoor aan te geven. En dan komen met regelmaat komen er eens wat meiden kijken van, hey, is dat wat voor mij? En ja, je ziet het toch wel terug. Waarom heb je gekozen voor voetballen? Ja, omdat het me een leuke sport leek en van klein af aan speel ik het al. Dus dacht, hoe komt dat dan? Het is toch geen meidensport eigenlijk, of wel? Zie ik dat verkeerd? Jawel, het is wel een meidensport. Er zijn wel heel veel meidenvoetbalteams en zo. Ja, en wij willen nu ook een meidenvoetbalteam in de SVC. Yeah. Ja, het is een leuk team. En ja, ik vind het gewoon een leuke sport. Ja? Ja. Is het ook alleen maar rennen en zo, of niet? Nee, het is ook heel veel, als je een leuk team is, is het heel leuk. En ja, je leert ook best wel dingen van, je leert communiceren en zo. Ja. Dus ja, ik vind het leuk. Ja. Ja. Maar ik zie dat er veel jongens bij zijn, hè? Ja. Dat hoort eigenlijk niet, hè? Ja, dat moeten meer meiden bij. Nee, die pak ik zo aan. Ja. Als je bij SVC wil komen voetballen, dan ga je naar de website van SVC 2000. Scroll daar even doorheen en dan ga je vanzelf het aanmeldformulier tegenkomen. Of een 06-nummer van mensen van hier, geef even een belletje als je eerst even wil komen kijken van tevoren. Of train een keer gewoon een gezellig avondje met ons mee en maak dan je beslissing. Ja. Doen. Doen. Zeker doen. Afkoppelen van je regenpijp. Daar gaat de campagne over van Noord- en Midden-Limburgse gemeenten samen met Waterschap Limburg en WML. Op het Gashoesplein in Horst, ook wel het Klimaatplein genoemd, werd de campagne Watercoach gepresenteerd. Vandaag presenteren we de Watercoachbus. Wij proberen mensen al jaren vanuit de Waterpanel Noord, een samenwerking tussen 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten, proberen wij mensen te laten afkoppelen. Dus zeg maar de regenpijp afzagen en dan proberen in de bodem, in je eigen tuin of in de naaste omgeving te laten het water weg te laten lopen. Zodanig dat het bij droogte zeg maar wat natter wordt en bij heel veel wateroverlast dat het niet allemaal via de riool meteen naar de Maas stroomt. Dus dat is wat we proberen. En die watercoachbus is eigenlijk bedoeld om mensen te activeren, te helpen. Want hoe doe je dat nou, dat afkoppelen? Welke hulpmiddelen heb je nodig? En hoe kun je subsidie krijgen als je dat doet? Het is wellicht niet het eerste waar je aan denkt na een regenbui, maar toch kan het een hoop gedoe besparen. Door regenpijpen af te koppelen wordt regenwater niet via het riool afgevoerd, maar opgevangen in de tuin of directe omgeving. Ja, nee, je staat er niet direct bij stil. Hè. Je verwacht dat het allemaal maar in die riolering gaat. Maar die rioleringen zijn gebaseerd op een bui van ongeveer 35 mm. En tegenwoordig vallen er buien in Nederland van 100 en 150 mm. En dat betekent dat die riolering eigenlijk niet groot genoeg is. Maar tevens zien we dat doordat we het water heel snel afvoeren, er op plekken heel veel droogte ontstaat. Dat kan in je eigen tuin zijn. Maar ook in de landbouwgebieden zeg maar, die rondom kernen liggen, daar met name is dat best een probleem. Bij de presentatie in Horst werden de sleutels van de watercoachbus overhandigd aan de watercoaches. Zij gaan mensen informeren naar alle mogelijkheden. En die watercoaches die zijn bedoeld om jou als inwoner te helpen. Wat kun je nu eigenlijk doen? Wat is de slimste manier? En kan het ook? Want niet overal kan het. Ik zou willen zeggen van coaches, ik heb de sleutel van de bus voor jullie. Daarmee geef ik meteen het sleuteltje over en kunnen jullie aan de slag. Dus bij deze, ik weet niet aan wie ik hem mag geven. Ja? Ja.
Ja, alsjeblieft. En veel succes, jullie alle drie. Dankjewel. Ja. En, dankjewel. Ja, maak er iets moois van. En laten we hopen dat we de komende tijd nog veel meer mensen zover krijgen dat ze een eigen woning of hun bedrijf gaan afkopen. De Watercoachbus maakt de komende tijd een tour door Noord- en Midden-Limburg. Iedereen krijgt zo de kans om te horen wat de beste aanpak is om een regenpijp af te koppelen. De Waterklaarbus die gaat door de hele provincie rijden op markten, evenementen, bewonersavonden om te laten zien wat je kunt doen. En tevens ja, hoe je dan subsidie kunt krijgen op de materialen die je gebruikt. Of ook het werkloon, wat je, als je het zelf doet, dan kun je het eigen kostenneutraal doen. Nog even en dan kunnen de bezoekers van attractiepark Toverland zich uitleven in 4 nieuwe attracties. Het plaatje krijgt steeds meer vorm. De attracties die kun je grotendeels al zien, of in ieder geval de gebouwen waar de attracties in komen. Dus de komende maanden zal het vooral ja, echt gaan om het afmaken. De gebouwen staan er nu, of in ieder geval de constructies staan er nu. En daar gaan we nu ons best voor doen om daar daadwerkelijk belevingen van te maken. Dus het wordt eigenlijk alleen maar nog groter en nog mooier. Er komt veel kijken bij de bouw van de attracties. Een grote uitdaging is nooit ver weg. De uitdaging die wij bijvoorbeeld met de attractie die je achter mij ziet hebben gehad, is dat natuurlijk de achtbaan die eromheen rijdt, die was er al en de attractie moest daar in het midden komen. Dus het heeft heel veel technische en ook logistieke uitdaging gehad. Ja, hoe krijg je het materiaal bijvoorbeeld allemaal ook binnen in de bocht van Phoenix. Dus ja, tal van kranen die erbij gemoeid zijn, heel veel berekeningen, heel veel brainstorm van ja jongens, hoe kunnen we dit gaan doen? En dat is bijvoorbeeld een uitdaging die we hier hebben gehad. Maar een uitdaging die we eigenlijk ook doorgaand hebben gehad, is dat toch afgelopen voorjaar, vanaf de winter, hebben we nog best wel vaak veel regenachtig weer gehad. Dus dat heeft ook zeker op de buis dat af en toe ja, zo'n problemen opgeleverd. En dat zijn even een paar uitdagingen die wij tegenaan zijn gelopen. Zo zijn natuurlijk tal van uitdagingen, maar dat is ook hetgeen wat het allemaal leuk maakt. Want ja, we hadden natuurlijk deze hele terp hadden we opgebouwd, maar we waren zeer gelimiteerd in ruimte. De attractie hadden we al snel gezien, nou, die paste er, ook met vrij ruimteprofielen dat het in elkaar paste. Maar ja, dan krijg je daar nog wachtrij, technische ruimte, uitgang, operator gebouw. Ga zo maar door, dat moet er ook allemaal op komen. Dus dat is een heel gepuzzel geworden. Maar dat maakt het uiteindelijk des te magischer. De attracties komen in het themagebied Avalon. In dit gebied staat de mythische wereld van tovenaar Merlijn centraal. Iedereen kan van de attracties genieten, of je nu houdt van spanning of het liever wat rustiger aandoet. Als je kijkt naar wat we hier al hadden, dan was dat Merlin's Quest. Dat was een wat rustigere bootrit. En we hadden de Wingcoaster Phoenix. Nou, die blijven natuurlijk. Maar bij deze uitbreiding hebben we eigenlijk gezocht naar attracties die passen. Die daartussenin passen. Die voor de hele familie ook leuk kunnen zijn. Die juist voor degene die wat meer spanning wil, maar ook voor degene die het wat rustiger aan wil doen. En zo zijn we gekomen met eigenlijk de attracties voor de kinderen. Jumping Juna, wat een carousel en draaimolen wordt. En de Garden Tour, een wat rustigere rondrit door de kruidentuin van Merlijn. Leuke daaraan is ook dat er een pad omheen komt te liggen. Waar ouders om de attractie heen kunnen lopen, zodat kinderen er misschien wel voor het eerst zelf in kunnen. En verder hebben we dan de familievriendelijke Valtoren Dragonwatch en Vliegtuigmolen Pixaris. En zeker die laatste kan wat intenser worden, omdat je namelijk zelf kunt bepalen hoe vaak je over de kop gaat. Projectmanager Robert is op 1 specifieke attractie het meest trots. Eigenlijk op de attractie die je achter me ziet vanwege de technische uitdagingen die daarin gezeten hebben. Ook met de uitdaging met de hijsen, de hele attractie moest op de plek gerezen worden. Dus ik denk dat ik op deze het meest trots ben, omdat dat daar gewoon ook hoe gecompliceerd deze is geworden uiteindelijk. Ja, wanneer kunnen mensen ervan genieten? Een hele goede vraag. Ja, die openingsdatum in september zeiden we al medio 2023. En we zijn heel blij dat we dat nog steeds kunnen zeggen, want het is natuurlijk een spannende tijd. En over het openingsdatum, ik kan er nu nog niet te veel over zeggen. Maar ik beloof jullie wel dat we binnenkort daadwerkelijk daar iets over gaan roepen. En dat de gasten dan ook weten wanneer ze echt van deze attracties kunnen gaan genieten. Succes uit je examen Duits. Stipt 9 uur en de examenboekjes mogen geopend worden voor de VWO-leerlingen op het Bouwers. De eindexamens zijn begonnen en dat betekent ook voor de leerlingen van de Panningse School een spannende tijd. Dit is het eerste jaar sinds de coronapandemie dat er geen aanpassingen aan de examens zijn. Afgelopen jaren waren er versoepelingen vanwege de impact van het coronavirus op het onderwijs.
Leerlingen hebben straks gewoon één, als ze het niet halen, hebben ze één herkansing. Althans, als ze daarmee wel kunnen halen. En verder, de kernvakkenregeling geldt weer. Nederlands, Engels, wiskunde mag je maar 1,5 voor halen. En een gemiddeld centraal examen is een 5,5. En dan natuurlijk, zeg maar, dat alles wat geldt, dat je maar iets van 2,5 mag hebben op de totale lijst. Voor Dali is het de tweede keer dat ze examen doet. Ondanks dat ze eerder in de sporthal had om examens te maken, zijn er ook vandaag toch wat knikkende knieën. Nou, toch wel nog steeds gespannen eigenlijk. Het is nu wel VWO, dus het wordt nog steeds even pittig. Maar ik denk als ik 1 of 2 examens heb gehad, dat het dan wel even wegzakt, de spanning. En dan, waar gaan jullie starten? We beginnen nu met Duits lezen. Als Dali binnen is, kunnen de examens beginnen. Niet alleen voor de leerlingen is het een spannende tijd, ook voor de docenten. Jazeker, want ja, je gaat toch kijken naar zeg maar het werk wat we met z'n allen gehad hebben, leerlingen, docenten. Van ja, hoe gaat dat nu tot uiting komen in deze 2 weken? En zeker ook van ja, god, nu de maatregelen niet meer zijn die bij corona waren. Van ja, wat betekent dat eigenlijk nu? Zien we daar een verschil in met afgelopen jaren dan, met slagen bijvoorbeeld? Iets eerder op de dag, om 8:30, begonnen de leerlingen van het VMBO basisonderwijs met hun examen. Mannen, meiden, veel succes met je examen Nederlands. Voor deze groep starten de examens al eerder. Vanaf het begin van april werden digitale eindexamens afgenomen en ook de praktijkexamens zijn al afgerond. Wat op school niet hoeft, moet in de sporthal wel. Dagelijks worden de tafels en stoelen opgeruimd. Elke morgen opbouwen en elke dag afruimen. Ik hoef het gelukkig niet alleen te doen, ik krijg hulp van 10 leerlingen. We hebben wel dagen dat, dat we 1 hal kunnen gebruiken, maar de meeste dagen ja, 2 hallen. Dus ja, maar ja, goed, het is niet anders, hè. Het zal de leerlingen even niet schelen. Zij hebben de prioriteit liggen om hun middelbare schooldiploma te halen. Ik hoop dat alles goed gaat. Het eerste tijdvak van de examens duurt tot en met 30 mei. De uitslag komt in juni, waarna de leerlingen nog kunnen herkansen. En dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, goed weekend en tot volgende week.